Waarom moeten jongeren in de bouw werken? Omdat wij de toekomst zijn. We hebben nu een les waarbij we zelf onze eigen game moeten maken. Echt geweldig om te doen. De jongens die leren vandaag de dag andere dingen dan die wij geleerd hebben. En dat moet je omarmen. Je werkt met techniek, je maakt mooie dingen waar je zelf overheen rijdt. En dan kan je zeggen, dat heb ik gemaakt. Er zijn veel ouders die zeggen, mijn kind moet studeren en ik vind het ingewikkeld om te vertellen dat mijn kind op het VMBO zit. Nou, ik heb 3 dochters die zitten ook op het VMBO en ik ben apetrots op die meiden. Zo, waar gaan we heen? We gaan tunnel in. De tunnel in. Ik ben Xander, ik woon in Nieuwegein. Ik ben 20 jaar, leerling monteur bij Heijmans. En ik zit nu op de Piet Hein tunnel in Amsterdam. Ik kom zelf uit de horeca. Ik ben in techniek begonnen omdat het maar heel interessant leek. Nou, de corona kwam, het werd natuurlijk rustig in de horeca. Toen is mij gevraagd om met een collega daar de brandmeldinstallatie te maken. En dat vond ik fantastisch om met draadjes te werken en techniek. Ja. Zo kwam Heijmans op mijn pad. Techniek, draadjes, ja. Buiten. Want het plaatst mij weer terug, zeg maar even, in de tijd dat ik zelf heel jong was. Het enthousiasme wat er afspringt. Die jongen is super enthousiast, die vindt het werk hartstikke leuk. Mag ook doorgroeien. En daar kan ik alleen maar trots op zijn. Ik ben Gilles Baasmans en ik studeer Future Engineer of Mechatronica. Ik ben Floor van Alphen, ik studeer Future Engineer niveau 4 op het Koning Willem 1 College. Ja, we zijn hier in Den Bosch en bij het Koning Willem 1 College en we gaan zo naar de afdeling techniek. Ja, waar de jonge studenten de toekomst van ons bedrijf wordt opgeleid. Jongens, wat gaan we doen? We gaan solderen. We gaan solderen. Ik heb als vooropleiding de HAVO gedaan en nu ben ik doorgestroopt naar het MBO. En eigenlijk ook gewoon puur het feit dat je meer met je handen mag doen. Dat is fantastisch, toch? Fantastisch, ja. Ja, ik ben echt op de onderste spot bij Heijmans begonnen. Ja, en ik mag er nu leiding aan geven en dat is wel een groot voorrecht. Nou ja, en vind ik het ook leuk dat er steeds meer jonge mensen komen. Want er is natuurlijk wel veel uitstroom van oudere mensen in ons bedrijf. Ja, en dat moeten we met elkaar weer invullen. En ook heel veel doorstroommogelijkheden. Zeker, op jonge leeftijd. En soms is het zo dat mensen het ook eng vinden, hè? Dan kunnen ze het allemaal wel. Mm-hmm. Steek ook zelf je vinger op. Mm-hmm. Hè? Ze komen het niet altijd aan je vragen en je gaat over je eigen carrière. Ja, geweldige man eigenlijk. Heel leuk, heel down to earth, gewoon klaar voor je. Ik denk toch, oh, dat is toch wel even een hoge piek ergens bij Heijmans, maar dat valt heel erg mee. Ik vroeg me wel af of er iets te doen was qua elektronica bij Heijmans. Bij elektronica, jongens, Je weet niet half hoeveel bijvoorbeeld monteurs wij nodig hebben naar de toekomst toe. Als je kijkt naar de hele energietransitie En je ziet wat we moeten gaan doen, dat we van allemaal naar elektrisch moeten, betekent dat er natuurlijk een enorme grote opgave ligt. Kijk, het gaat gebeuren, jongens. Even, ik zie het ook. Zelfs dit lukt mij nog. Koning Willem 1 College. Dit zijn de hersenen van de tunnel. Dus alles wat je aangesloten hebt, komt hier eigenlijk bij elkaar. Xander is een van onze talenten, zijn monteur. Begonnen vanuit school. En uiteindelijk is het bedoeld dat hij doorgroeit naar een bedrijfsteller. Waarin hij onder andere onze systemen kan gaan bedienen en in bedrijf kan gaan stellen. Wat ik mooi vind aan techniek is dat je met je handen kan werken. Dingen kan maken die allemaal samenkomen. Hey, en zou je het leuk vinden om ook de rol van Jeffrey daar naartoe te groeien? Misschien in de toekomst wel. Dat lijkt me wel interessant natuurlijk om zo'n heel groot project te realiseren en te organiseren. Ja. Wat mij opvalt is dat ik me af en toe dinosaurus voel. Dat ze al vele malen verder zijn met nieuwe technieken. Dus er zitten jongens tussen die raketgeleerden zijn als het ware. En dan hier ons komen helpen met techniek. Als je hier door de tunnel heen rijdt, dan denk je dat het eigenlijk alleen een paar lampen zijn, een paar camera's en wat ventilatoren. Maar als je hierachter verder kijkt, dan kom je er eigenlijk achter dat er veel meer achter zit als je van tevoren dacht. Wat je altijd wel ziet is dat de ouderen daar vaaien op, hè, de ervaring die ze hebben. En dat die ook bereid zijn om de jongeren mee te nemen. Je hebt altijd een stukje humor op te bouwen, waar ze altijd een keertje in de zeik genomen worden. Ja, dat vind ik het meeste om van te genieten. We proberen zeg maar even steeds meer jongere leerlingen ook binnen te krijgen. Dat mensen ook de ruimte krijgen om te ontwikkelen. We geven ook les op scholen. Hè. Was jij het net over die... Ja. De eerste keer deed het niet helemaal goed, hè? Nee, dat ging een beetje verkeerd, maar ik moet nog leren, hè? Ik weet zeker dat als straks in december deze tunnel open gaat en hij rijdt daar doorheen, gaat hij heel veel vertellen wat hij hier heeft gedaan. Het is zo tastbaar wat je maakt.
Hey Sander, wat is je ambitie naar de toekomst toe? Dat ik kan blijven doorgroeien, blijven leren en het werk nog steeds zo mooi vinden als ik het nou vind. Ik ben toch wel meer van plan om richting de programmering en de elektro dan te trekken. Dus misschien mogelijk elektro-engineer. Dankjewel. Boah. Dankjewel. Okay. Hartstikke leuk, jongens.